heel goedemiddag. De Britse regering vraagt iedereen om niet meer naar Londen te trekken om de overleden Queen een laatste groet te brengen. In de Marken in Italië wordt nu pas duidelijk hoe groot de schade is na de waterbom van eergisteren. En in het voetbal blijft Antwerp foutloos. De leider wint nu ook tegen Serrain en pakt 27 op 27. Een ellenlange wachtrij, nog altijd in Londen. Allemaal mensen die koningin Elisabeth willen groeten. De rij ging deze morgen zelfs even dicht. Ondertussen is ze wel weer open. Maar nu nog naar de Britse hoofdstad vertrekken is de boodschap is zinloos. Overmorgen wordt de Queen begraven. Ook de voorbije nacht zijn mensen blijven aanschuiven, weer of geen weer. De aparte rij voor mensen met een handicap ging tijdelijk ook dicht. Gisteravond hebben koning Charles, zijn zus en twee broers nog een waken gehouden bij de kist in Westminster Hall. Vanavond, later vandaag, zullen ook de kleinkinderen van de Queen dat doen, onder wie prins William en prins Harry. Ja, en tijdens die wakens neem ik aan, tenminste, Ivan Olivier in Londen, gaat die rij daar dan tijdelijk dicht. Maar vertel eens, ik zie mensen bewegen achter jou. Hoe lang is de rij op dit moment? Wel, we zijn op dit moment in Southwark Park, dat is op de zuidelijke oever van de Theems. En het is zo'n zevental kilometer van hier tot aan Westminster Hall, waar de kist met de koningin opgebaard ligt. En ja, het is, we gaan eens vragen aan deze meneer hier, deze steward, er zijn zo'n 700. How long now? Let's go. Only 12 hours left. 12 uur, zegt hij. 12 uur om aan te schuiven tot aan de kist van de koningin, horen we hier. Ja, 12 uur zegt hij, 12 uur roept hij, zou ik het eerder noemen. In elk geval, het is heel opmerkelijk, hè, Ivan, dat die discipline daar zo groot is. Zijn er dan echt nooit incidentjes? Wel, dat is inderdaad heel opmerkelijk. En niemand dringt hier. Er is geen geduw. Er is ook geen geruzie. Alleen vannacht was er een klein incident toen iemand aan de kist in Westminster Hall de rij verliet om de kist aan te raken. Het duurde maar enkele seconden en de politie greep onmiddellijk in. Maar voor de rest hangt hier een opperbeste stemming. Voor veel mensen is dit gewoon ja, een dagje uit, een dagje aanschuiven. Een nacht ook aanschuiven voor de meesten die hier passeren. Voor allemaal eigenlijk die hier passeren. Ja, 12 uur geduld moeten ze daarvoor hebben. In grote discipline dus. Ivan, dank je wel voor je verslag daar. Aan het eind van dit journaal zien we nog een reportage van jou daar in Londen. Want Ivan die sprak met een vrouw die samen met de Queen in het Britse leger was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Haar verhaal, dat horen we straks na de sport. Maar nu eerst naar Italië. Daar zijn ondertussen al 11 dodelijke slachtoffers geteld na de zogenoemde waterbom in de regio de Marken. Ook vandaag meten de getroffen gemeenten nog altijd schade op en er wordt vooral veel opgeruimd en schoongemaakt. De heropbouw, dat zal later pas komen. Er worden nog altijd 2 vermiste mensen gezocht ook. We krijgen een verslag nu van onze ploeg ter plaatse. Nello di Ostra, kleine gemeente in de Marken. Nu omgetoverd tot modderlandschap. Hier zijn 3 inwoners overleden. Questa è casa vostra. La domanda è molto stupida, ma come sta signora oggi? Non ho parole. La si sta a guardare. Si vede benissimo il livello dell'acqua dove arriva, sa? Questo livello dell'acqua. Addirittura il banco carni l'aveva rovesciato, proprio rovesciato. Het water steeg aan een razendsnel tempo. Om 8:30 s'avonds sloot Aldemiro de deuren van zijn supermarkt. Om 9:00 was het kwaad geschied. Quei due ragazzi, padre e figlio, sono morti perché Purini è andato tra fuori la macchina. Capito? Proprio non si è accorto di niente. Cioè, bastava un minuto in più, non era successo niente. Het Groene Kruis, dat zijn vrijwilligers die onder andere medisch transport aanbieden voor mensen in de buurt. Maar nu moeten ze ook hun eigen lokalen opkuisen. Purtroppo una persona era un nostro volontario di 80 anni che è praticamente uno dei primi soci sta di fronte alla sede però sta nel piano seminterrato e non è riuscito a uscire di casa. Ostra is in rouw, maar de solidariteit is groot. Mensen helpen hun buren om deze tragedie te boven te komen, al zal dat tijd kosten. Io non so se ci riuscirò.
Ja, veel vragen voor de toekomst nog. Hè. Dag Willem, jij bent nog altijd in Pianello di Ostra. In het getroffen gebied, een klein gebied is dat, heb ik begrepen. Hè? Ja, dat klopt. Die waterbom heeft eigenlijk heel lokaal toegeslagen. Op verschillende plekken wel, in verschillende gemeentes. Maar wat ons eigenlijk opviel toen we hier naartoe reden, gisteren en vanmorgen, is dat je een hele tijd kan rijden en het lijkt alsof er niets aan de hand is. Je ziet dan zo die pittoreske dorpen in Umbrië en de Marken zoals we die kennen. En dan plotseling in een straat kijk je links of kijk je rechts en zijn mensen daar aan het poetsen. Heel veel modder, zoals er hier ook achter mij heel veel modder te zien is. Dat is hier ook niet anders. We staan hier in zo'n klein gehucht. En dat maakt natuurlijk ook ja, dat het leed groter wordt. Want je hebt het over die slachtoffers die hier zijn gevallen. Iedereen kent hier ook iedereen in die kleine gehuchtjes. Die solidariteit is groot, maar het verdriet is daardoor ook groot. En het toont ook wel aan hoe heel lokaal die waterbom hier heeft toegeslagen. Ja, en ik zie nog meer regen waar jij nu in staat. Ja, dat maakt het opruimen natuurlijk niet makkelijker, hè? Nee, dat klopt. Er is hier alerta gialla, dat is het tweede niveau. Na groen, dus het gele niveau, dat betekent dus regenval, belangrijke regenval. Er is nu ook gevraagd aan vrijwilligers en aan mensen om heel voorzichtig te zijn. Daarnet was er hier nog heel veel activiteit. Nu zie je hier achter mij niet veel mensen meer. De mensen wordt gevraagd om voorzichtig te zijn. De schrik zit er hier natuurlijk ook wel een beetje in. Hier valt het nog wel mee, maar in die andere gebieden horen we ook dat daar het niveau van de rivieren weer aan het stijgen is. Dus de mensen zijn wel bang voor wat komen gaat. En het is heel erg moeilijk om die opkruis te doen, maar je ziet het hier ook op de grond. Overal, er ligt vuil, er ligt modder. Mensen staan tot hun enkels in de modder. En die regen die nu valt, helpt uiteraard niet om die opkruis voor elkaar te krijgen. Nee, je spreekt van angst. Je hebt ook over verdriet al gesproken. Je hebt met veel mensen gepraat. Praat daar, neem ik aan, sinds gisteren. Welk gevoel overheerst, zou je zeggen? Ja, rouw, verdriet, maar ook boosheid. Het is niet erg makkelijk om mensen te overtuigen om met ons te praten. Ze hebben ons hier soms ook wel liever niet, hebben we ook wel gemerkt. En wat ook opvalt, mensen kwamen dan wel naar me toe zeggen, ik ga dat niet op camera zeggen, maar we zijn ook boos. Gisteren was premier Draghi hier, ontslagnemend premier van Italië. Was er heel veel volk, waren er heel veel politici, waren er heel veel camera's. En vanmorgen zei een vrouw mij, kon ik hier zelfs geen drinkbaar water krijgen. En dat maakte haar razend. Ze zei, gisteren komen ze dan naar hier en Draghi zegt dan, ja, we gaan jullie helpen. We zijn hier. Hij zei ook, we gaan in de eerste fase gaan we 5 miljoen euro uittrekken voor de eerste hulp. Er zal zeker meer nodig zijn van de dag erna. Zijn jullie ons al vergeten? En jammer genoeg is dat iets wat ik bij vorige natuurrampen in Italië ook wel al heb gemerkt. Bij aardbevingen of zo, natuurlijk van een heel andere grote orde. Dat is, als de camera's er zijn, zijn ook de politici daar. Er worden veel beloftes gemaakt. Maar om die na te komen, dat is een pak moeilijker. Ja, laten we dan hopen voor de mensen rond jou dat het deze keer anders loopt. Willem, dank je wel voor je verslag. En dan gaan we naar Frankrijk, een land waar hoe langer hoe meer Belgen een oplossing vinden in hun zoektocht om het dagelijkse leven iets of wat betaalbaar te houden. Gewoon omdat de prijzen interessanter zijn. Dus de cola is sowieso veel goedkoper, het water ook. En zelfs om te tanken ook. We hebben net getankt. Dus ja, we zorgen ook een beetje dat we binnen de perken winkelen en dat we met ons budget rondkomen. Hè. Ja, boodschappen doen net over de grens, dat loont duidelijk. In een grote supermarkt in Ronk, net in Frankrijk, is dat de hoogte van Kortrijk, zien ze tegenwoordig veel meer Belgische klanten. Allemaal mensen die rekenen en een groot verschil merken bij het afrekenen. Nu komen we elkaar water halen en dan gaan we terug binnen. Vis nemen we ook mee. Ja, kaas, yoghurt. Ja, we kijken een beetje naar de prijzen. Martin en Luc stoppen hun hele koffer vol met inkopen. Ze weten exact wat alles hier kost. Op een fles water? Op een fles water. Schelen toch zeker 30 cent, hè? Ja. 30 cent. Dat hier goedkoper is of nog in de Kolruid, hè? Mensen uit Kortrijk en Roeselare kwamen sowieso al naar de winkel, maar nu hebben ze er een extra autorit voor over. Anne en Juri komen minstens één keer in de maand. Ik drink hier altijd van dat citroensap. Dat scheelt eigenlijk. In de Kolruid is dat 4 euro en zoveel. En hier is dat maar 2 euro, dus dat is heel eigenlijk de helft. Onze diesel is eigenlijk al betaald met die vier flessen die we mee hebben. Het is heel druk in de winkel, ook voor een zaterdag. Traditioneel, depuis 60 ans, en fait, dans notre zone 70, on a 25% de clients belges. Donc c'est plutôt un client sur 4.
Et aujourd'hui, depuis quelques mois, on est plutôt un client sur trois. Il y a une augmentation du nombre de clients belges qui viennent de plus en plus loin, en fait. C'est la première fois que vous venez ici. Oui, c'est ça. Bij ons, alles est verdiend. C'est en prijs kent het sowieso een beetje. Ja, dat dus als je tot hier komt, is het hoeveel je hebt meepakken en die tweede keer met weer morgen. Ja, het is op zich niet nieuw dat Belgen de grens oversteken voor sommige boodschappen. Maar in deze tijden van onzekerheid en financiële uitdagingen zijn er allicht nog meer dan anders. En er zijn nog andere factoren die zo'n grensoverschrijdende boodschappensessie extra aantrekkelijk maken. De Franse overheid heeft samen met Total de benzineprijs met 50 cent laten dalen, zodanig dat het voor een Belg zelfs interessant is nu om daar de tank vol te gieten en je dus ook van verder tot daar kan rijden. Ten tweede zien we dat er een plafond zit op de gas- en energieprijzen, waardoor de inflatie veel lager ligt en de supermarktprijzen gewoon veel minder snel stijgen dan in België. En tenslotte heerst er een echte prijzenoorlog, waardoor Belgen vandaag nu niet alleen vaker in Frankrijk gaan winkelen, maar ook andere producten kopen en zelfs van veel verder tot daar rijden. Na de federale energiesteun die gisteren bekendgemaakt is, zal nu ook de Vlaamse regering snel met maatregelen moeten komen die de energiefactuur kunnen verlichten. Dat heeft Open VLD-voorzitter Egbert Lagaard gezegd in de ochtend. Hij waarschuwde zijn coalitiepartners op dat Vlaamse niveau, N-VA en CD&V dus, als de steun er niet snel komt, dan is er voor Open VLD een probleem binnen de Vlaamse regering. Lagaard begrijpt niet dat de N-VA zich niet haast om iets te doen voor bedrijven, zegt hij. Ik sta er eerlijk gezegd met wat onbegrip naar te kijken en ook naar de houding van de N-VA van meneer De Wever, omdat op zich krijgen die evengoed de signalen dat de ondernemingen er willen mee stoppen die gewoon er niet aan uitraken. Kleine zelfstandigen, bakkers, beenhouwers, tot frituren, de industrie, de Antwerpse industrie, die toch denk ik in deze stad Antwerpen enorm van belang is, die in gigantische problemen zit. Je zit met een Vlaamse regering die tussen 500 miljoen en 1 miljard extra aan geld binnenkrijgt. Krijgt door de inflatie en die zegt, ja, we gaan dat geld bij ons houden. Sorry, dat kan niet. U zegt, als we daar geen akkoord over hebben, dan is er een regeringsprobleem. Ja, ik vind dat een regeringsprobleem waard als men daar in Vlaanderen niet voldoende beseft dat we onze economie, het hart van onze economie, moeten beschermen. Een akkoord over bereikte. Wie geen sociaal tarief heeft, die krijgt in november en december telkens 200 euro korting op de energiefactuur. Maar dat zijn niet eens de koudste maanden, zegt de gezinsbond, die ook niet begrijpt dat met de samenstelling van gezinnen geen rekening gehouden wordt. De korting is even groot, met andere woorden, voor een gezin van twee als voor een gezin van vier of vijf. Vanaf maandag gaat de straatverlichting op verschillende Waalse snelwegen 's nachts uit om energie te besparen. Tussen 10 uur 's avonds en 5 uur 's morgens zal het donker zijn, al blijven op- en afritten wel verlicht. De maatregel zou een besparing zijn van bijna 35.000 euro per maand. En ook de NMBS wordt zwaar getroffen door de energiecrisis. Ze wil daarom de treintickets vanaf februari 10% duurder maken. De directie heeft dat volgens de krant De Tijd voorgesteld aan de Raad van Bestuur. Veruit de meeste treinen rijden elektrisch en dat geeft momenteel vele tientallen miljoenen extra kosten. Vele duizenden jongeren die met hun eerste job starten, missen vaak begeleiding op de werkplek. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Sociaal-Economische Adviesraad SERF. Zonder een goede begeleiding krijgen starters niet de job waar hun talenten het best renderen. En het kan nogthans beter. Ons magazine De Markt sprak met zo'n jongere die wel ondersteuning kreeg. Die is eruit. Klik daar eens op. Het is best een fijne werkplek, het communicatiebureau waar Lucas al 2 jaar aan de slag is. Toch heeft het even geduurd voor hij er echt zijn draai vond. Ik ben begonnen in een bepaalde functie die iets minder mijn ding was. Dat was gefocust op e-commerce. En ja, dat bleek eigenlijk een mindere match te zijn. Voor mij is een afwisseling in een job heel belangrijk. En dus hebben ze hier snel bijgestuurd. Het was niet van, je moet in dat boxje passen waarvoor dat we je aangenomen hebben. Voilà, mijn collega's aan het werk. Ik ben iemand die heel graag praat ook. Dus ik gebruik dat ook graag in mijn job. Bijvoorbeeld een training geven of zo vind ik heel leuk. Maar ook ja, social media beheren, kopie schrijven, visuals voorzien. Gewoon het algemene beheer ervan doen, contact met klanten. Lucas heeft geluk dat hij een aanspreekpunt had in het bedrijf. Hij niet alleen trouwens, dat is hier standaard zo.
Vroeger werkten we met een heel senior team en er zijn altijd maar meer juniors bijgekomen, onder andere Lucas. En we hebben toen de beslissing genomen om eigenlijk iedereen die binnen ons bedrijf komt, om die effectief één mentor te geven. En het is tijdens een van die gesprekken dat Lucas ook aan ons aangaf van ik voel me niet 100% comfortabel in mijn huidige rol. Het lag niet aan de werkomgeving, het lag eerder aan het puur functionele van de job. Veel jonge startende werknemers hebben minder geluk. Ze missen begeleiding en coaching. Heel veel bedrijven zitten zodanig in een korte termijn denken dat ze iemand nodig hebben die morgen al moet renderen. Ik denk dat geduld daar gewoon een hele belangrijke parameter bij is. Want het is absurd om iemand erbij te halen of van de schoolbanken te halen en te verwachten dat die morgen gaat evengoed produceren en renderen als uw werknemer die daar al 10 jaar zit. Veerle Heere, de burgemeester van Sint-Truiden, zet een stap opzij. Ze doet dat nu gebleken is dat de vroegere burgemeester Jeff Kleren na zijn mandaat nog 65.000 euro gekregen heeft van de stad. Volgens Heere wist zij daar niets van, maar ze treedt toch af, zegt ze, om de rust in haar stad te doen terugkeren. Audit Vlaanderen zal de zaak onderzoeken en er is ook een advies gevraagd aan het agentschap Binnenlands Bestuur. En dan iets wat al een tijdje rondgaat op TikTok, de populaire social media app, video's met een Duits oorlogslied met name, vaak humoristisch bedoeld. Maar die video's zijn niet zo onschuldig, waarschuwen experts. Door ze te liken kunnen jongeren in contact komen met extreem gedachtegoed namelijk. U hebt het uw tiener misschien recent horen afspelen of zingen. Erika, een Duits liedje dat al maanden viraal gaat op TikTok. Het werd door het naziregime als marslied gebruikt, maar intussen is de link met dat verleden wel wat vervaagd. Nu het populair is op TikTok, komen heel wat tieners ermee in aanraking. Op het eerste zicht gaat het hier echt over humoristische content. Het gaat eigenlijk over het Erika-nummer dat op video's geplakt worden van katten bijvoorbeeld die bepaalde kenmerken van Hitler vertonen. Dus in dat aspect past het echt binnen de meme-cultuur, dat al lang populair is bij jongeren. Grappig bedoelde video's dus, maar zijn ze echt zo onschuldig? We maken een nieuw account aan op TikTok en geven enkele Erika-video's een like. Het duurt niet lang voor TikTok extremere video's laat zien. Sommige zijn gewelddadig, andere vrouwonvriendelijk of racistisch. Dat komt deels door het algoritme van TikTok. Ik zeg, zet alle bruine apen op de vlieger. De meeste jongeren die daarmee in contact zullen komen, zullen er ook zelf al wel kritisch naar kijken. En zullen het idee hebben van, dit soort content is voor mij niet oké. Aan de andere kant, als jongeren misschien meer kwetsbaar zijn, kan het zijn dat zij wel ontvankelijk zijn voor zulke ideeën. TikTok beweert dat het dit soort video's verwijdert. Sommige video's verdwijnen inderdaad tijdens ons onderzoek, maar er vallen er toch door de mazen van het net. Ik denk dat het belangrijk is om niet direct in paniek te schieten en het gedrag niet direct heel hard gaan veroordelen. TikTok laat ondertussen weten dat ze de video's verwijderd hebben naar aanleiding van ons onderzoek en er strenger op zullen toezien in de toekomst. U kunt het onderzoek trouwens herbeluisteren in de podcast Het Uur van de Waarheid op vrtnieuws.be. Na de ontdekking van graven en een massagraf rond de stad Izjum in Oekraïne heeft president Zelensky de internationale gemeenschap opgeroepen om Rusland te veroordelen. In en rond de stad zijn al zeker 440 graven gevonden. Volgens Zelensky hebben onderzoekers bewijzen gevonden dat sommige mensen die er begraven liggen gefolterd zijn. Izjum werd maandenlang bezet door het Russische leger tot Oekraïnse soldaten de stad onlangs konden heroveren. Zelensky dringt er bij het Westen op aan om Rusland zwaardere sancties op te leggen. Вже є чіткі докази катувань, знущання з людей. Більше того, є свідчення, що російські солдати, чиї позиції були неподалік цього місця, стріляли по похованих просто для розваги. Світ повинен на все це відреагувати. Росія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі. І ми зараз тільки почали дізнаватися повну правду про те, що відбувалося у цей час на Харківщині. In de Verenigde Staten is een nieuwe controverse ontstaan rond migratie. De afgelopen weken hebben republikeinse gouverneurs van zuidelijke staten groepen migranten laten overbrengen naar democratisch geleide staten in het noorden. Ze protesteren op die manier tegen het migratiebeleid van president Joe Biden.
Enkele tientallen migranten, voornamelijk uit Venezuela, gaan een bus op in Martha's Vineyard. Ze worden uitgewuifd door de inwoners van dit kleine eiland voor de kust van Massachusetts, dat bekend staat als een democratische gemeenschap van welgestelde Amerikanen. De groep was hier afgelopen woensdag onaangekondigd naartoe gevlogen. Ze waren eerder via Mexico de Amerikaanse grens overgestoken in Texas. De vlucht vanuit Texas naar Massachusetts werd georganiseerd en gesubsidieerd door de gouverneur van Florida. So they've been in Texas identifying people that are trying to come to Florida and then offering them free transportation to sanctuary jurisdictions. De afgelopen weken zijn al honderden migranten vanuit Arizona en Texas vervoerd naar noordelijke en democratische gebieden, zoals Chicago, New York en Washington DC. De gouverneurs van de zuidelijke staten willen zo het migratiebeleid van president Biden aanklagen. He's given a false promise, the border is open, luring people to come here for political purposes and then basically cutting these people loose and leaving them high and dry. Dat gouverneur DeSantis vliegtuigen gebruikt om mensen over te plaatsen die zich niet eens in zijn staat bevinden, stuit op hevige kritiek. Democraten noemen het een politieke stunt met het oog op de tussentijdse verkiezingen. These are the kinds of tactics we see from smugglers in places like Mexico and Guatemala. And for what? A photo op? De migranten van Martha's Vineyard hebben het eiland ondertussen alweer verlaten. Ze worden de komende tijd opgevangen in een militaire basis in Cape Cod. En dan een sterk verhaal. Een aanslag op oud-president George W. Bush begin dit jaar is verijdeld dankzij een gouden tip uit ons land. De Belgische staatsveiligheid tipte de Amerikanen over een verdachte figuur. En die Amerikanen botsten daardoor op een terreurcel die concrete plannen aan het smeden was voor een aanslag op de vroegere president. Collega Jens Fransen achterhaalde welke cruciale rol onze staatsveiligheid daarbij gespeeld heeft. An Ohio man arrested and charged with plotting to assassinate former President George W. Bush. The Justice Department says the suspect, Shihab Ahmed Shihab Shihab, is an Iraqi citizen. Mei dit jaar, een aanslag tegen oud-president George Bush blijkt verijdeld. Vier verdachten zullen uiteindelijk worden gearresteerd. De vier hadden concrete plannen en schaduwden de privéwoning van de oud-president Bush. Nu blijkt dat de gouden tip die leidde naar de terreurcel uit dit gebouw kwam, de Belgische staatsveiligheid. Die volgde al langer IS-verdachten in ons land op. Toen een van hen regelmatig contact maakte met iemand uit de VS, gingen de alarmbellen af in Brussel. Saddam Hussein en zijn zonen moeten Irak binnen 48 uur verlaten. Dat George Bush als president Irak binnenviel, maakte hem bijzonder weinig populair, zeker in Irak. Ook nu, bijna 20 jaar na de invasie, bleek die nog steeds het motief voor deze hoofdverdachte, Ali Shihab. Mission accomplished dus voor de veiligheidsdiensten in de VS, maar deze keer wel met een grote dank u aan Brussel. Een pluim voor Brussel, een pluim voor Antwerp ook, zou ik zeggen. Katrien, er is gevoetbald gisteravond. Perfect rapport blijft, hè? Ja, 27 op 27, Goedele. The Great Old blijft blinken op kop van het klassement met het maximum van de punten. Tegen staartploeg Serrain won Antwerp met 2-1. De Antwerpse doelpunten waren van aanvoerder Toby Alderweireld en van Vincent Jansen. Die scoorden al snel. Het stond na 20 minuten 2-0. Maar daarna maakte Antwerp het nog onnodig spannend. Op de Bosuil winden ze er geen doekjes om. De eerste kans leidt tot de eerste goal. Een perfecte kopbal van Toby Alderweireld. Minder perfect is het tweede doelpunt. Pieter Gerkens knalt vanuit de tweede lijn tegen de voet van Vincent Jansen. Doelman Dietsch kan niet meer reageren. De Nederlander heeft zeker al moeilijkere doelpunten gemaakt. Iets na het half uur voorkomt de lat dat de wedstrijd helemaal gespeeld is. Een prachtige vrije trap van Jurgen Ekkelenkamp nochtans. En zo kan Serrain het toch nog spannend maken. Poatti met een goede rush op links. Marius mist zijn controle in de box, maar Bernier is goed gevolgd en legt de aansluitingstreffer binnen. In de tweede helft gebeurt er wel hoegenaamd niets meer. Antwerp wint nog steeds alles en blijft stevig leider. Ik ben heel tevreden met de punten. Dat je weer wint,
9 keer op rij, ja, dat is gewoon heel erg goed. Wij hebben de mogelijkheid op 3-1 en dan blijft het toch spannend tot op het eind. Maar zoals al zo vaak in dit seizoen, die jongens kunnen vechten. Die kunnen een wedstrijd op slot gooien. En dat is wel een kwaliteit van dit elftal. Alleen ik had natuurlijk als trainer graag gehad dat we deze wedstrijd eerder beslist hadden. Supporters van Anderlecht konden vanmorgen een laatste groet brengen aan oud-manager Michel Verschuren. Hij overleed eerder deze week. Hij was 91. Morgenavond is er ook nog een eerbetoon bij de match van Anderlecht tegen KV Kortrijk. Vanochtend konden fans de kist groeten in het Lottopark. Ze konden een boodschap achterlaten in het rouwregister. Heel wat mensen kwamen een laatste eer betuigen. Onder hen Georges Lekes. Eind jaren 80 was Lekes even trainer van Anderlecht. Hij houdt goede herinneringen aan Mr. Michel. Ik heb hier een gouden tijd meegemaakt. Een leerschool gekregen dat ik dacht, ik was al coach aan 38 en ik heb toch zoveel moeten leren. Constant en Michel hebben mij geleerd het vak. Het vak van keihard werken, van fanatiek zijn, van ja, toch wel Constant, kennis van voetbal. Michel, vooruitstrevend als manager en ver voor op zijn tijd. Hij was een van ons. Hij was bij de supporters. Dus hij is iemand van ons en niemand, ja, Anderlecht, Brussel-Zuid, Paars-Zuid. Ik vind wel, hij heeft veel gedaan voor ons, voor de supporters. En ik vind wel dat ik toch iets mocht teruggedaan hebben. Ik kom ook van Haarlemmeke. Dan ben ik Kortrijk met de trein om 7:30 aangezet. Dus ik heb veel respect voor meneer Verschuren. In het tennis is België uitgeschakeld in de groepsfase van de Davis Cup. Na de nederlaag van dinsdag tegen Australië gingen onze tennismannen ook onderuit tegen het gastland Duitsland. Ze verloren van Duitsland met 2-1. David Goffin bracht ons land op 1-1 en hield zo de Belgische hoop nog levend. Maar Sander Gillet en Joran Vliegen konden het niet afwerken in het dubbelspel. Na verlies tegen Australië in de eerste wedstrijd moesten de Belgen vandaag wel winnen van Duitsland om kans te maken op de Final 8. Zizou Bergs begon net als tegen Australië als eerste aan zijn enkel en laat bij Vlaag een mooi spel zien tegen de Duitser Jan-Lennard Struff. Maar Bergs verliest ook, net als tegen Australië. Aan David Goffin dan om de meubelen te redden. Het gaat heel lastig en de frustratie loopt soms ook hoog op. Dit racket gaat er alleszins al aan. Maar Goffin verwerkt in de tweede set wel twee matchballen. Oscar Otte vergeet hier zelfs te reageren. En in de derde set sleept Goffin de winst naar zich toe. Deze bal buiten het bereik van de Duitser. En dus komt er een beslissend dubbelspel en dan is het de beurt aan het duo Joran Vliegen en Sander Gillet. In een spannende wedstrijd komt het ook daar tot een derde set en een tiebreak. De tiebreak loopt goed voor de Belgen, tot drie keer toe krijgen ze een matchbal. Maar drie keer gaat het mis. Duitsland neemt het momentum over en wint de tiebreak en dus ook de partij. Voor de Belgen eindigt de Davis Cup dus sowieso al in de groepsfase. Geen Final 8 voor ons land. Tot slot trekken we naar Australië, naar Wollongong. Want daar gaan komende nacht de wereldkampioenschappen wielrennen van start. Met de tijdritten bij de vrouwen en de mannen. De Belgische ogen zijn gericht op de winnaar van de Vuelta, Remco Evenepoel. Er is nog nooit een Belg wereldkampioen tijdrijden bij de profs geworden. Evenepoel kan daar morgen verandering in brengen. Zijn laatste training verliep alvast vlekkeloos met bondscoach Sven van Toerenhout op de scooter in de buurt. Alleen vandaag krijgen de tijdrijders een verkeersvrij parcours voor de wielen. En ze moesten er vroeg voor opstaan. De officiële training vindt plaats tussen 9 en 11 uur 's morgens. Die ideale lijnen hadden we gisteren wel al een beetje op het oog. En vandaag hebben we die wel op de juiste manier afgewerkt. Dus Remco Evenepoel kent het parcours als een broekzak nu? Ja, eigenlijk wel. Het is ook niet super moeilijk. Maar de snelheid ligt hier en daar wel bijzonder hoog, waardoor dat het toch wel wat tricky is. Het parcours van de tijdrit is 17 kilometer lang. Evenepoel en co. moeten het twee keer afleggen. De klim in de omloop is het begin van de cruciale helling in de wegritten, Mount Pleasant. Maar het steilste stuk blijft de tijdrijders bespaard. Maar de eerste 10, 12 minuten van het rondje zijn toch niet onderschat en lopen eigenlijk constant wel op. Met als afsluiter van die 10, 12 minuten dat klimmetje.
En daar is Remco echt wel in het voordeel. Al wat er erop volgt is natuurlijk wel meer, zijn meer stukken voor Ganna en Kung bijvoorbeeld. Maar Remco vindt hier echt wel zijn ding terug. Ja. De Italiaan Filippo Ganna kan voor de derde keer op rij wereldkampioen tijdrijden worden. De voorbije twee jaar snoept hij twee keer goud weg voor de neus van Wout van Aert. Nu wordt Evenepoel zijn grootste rivaal. Ja, Remco is in good shape. Diciamo che ha fatto vedere qualcosa di veramente grande. Cioè, ha vinto una vuelta. Domani pensiamo ognuno a se stessi di fare la miglior performance possibile e poi vedremo se si festeggerà o si applaudirà qualcun altro. Evenepoel legt tenslotte vier rondjes af op de omloop. Eentje meer dan eerst voorzien. Ronde vier was eigenlijk echt wel al richting wedstrijdtempo. Om op die manier ook wel het juiste gevoel te krijgen en de juiste inschatting te kunnen doen. Maar ik moet zeggen, het zag er wel goed uit, ja. Ja, benieuwd. Straks om 14:00 is er tennis te zien op 1. De Belgen spelen nog tegen Frankrijk in de Davis Cup. Staat niks meer op het spel. Het is voor het plezier. Ook belangrijk, hè. Dankjewel, Katrien. Het overlijden van Queen Elizabeth grijpt veel mensen aan. En veel generatiegenoten had ze niet meer, maar voor degenen die er wel nog zijn, heeft haar dood nog meer betekenis. Ivan Olivier heeft zo gesproken met een vrouw die, net als de jonge Elisabeth, tijdens de Tweede Wereldoorlog gediend heeft in de strijdkrachten. 99 is ze, Pat Oacham, 17 toen de oorlog uitbrak. 3 jaar ouder dan de koningin die als mechanicien diende bij de hulptroepen. Van een Oostenrijkse vluchteling had Pat Duits geleerd. En zo zette de marine haar in om de communicatie van Duitse schepen af te luisteren. Well, if it was in code and they used an Enigma code, which is a four-letter code, we sent it directly by teleprinter to Bletchley Park. If it was plain language, it went to the nearest naval intelligence center. Hostilities will end officially at 1 minute after midnight tonight. So I was based in London by the end of the war. We were going through captured official documents, looking for war criminals, for evidence of war crimes. So, of course, I was in the crowds who all went to the palace and we saw the royal family on the balcony. De dood van Elizabeth heeft haar diep getroffen. I'm very sad about it because for all my adult life she's been the queen, or well, for most of it the queen. And what a gap that leaves. Ja, dat grote verlies treft oud, maar ook jonger. We begonnen deze middag ook met de duizenden en duizenden Britten die aanschuiven om de Queen een laatste groet te brengen. 12:00 in de rij staan momenteel. Heel veel mensen hebben het ervoor over. Ik wens u een mooie zaterdag verder. Vanavond zijn we weer met u erbij, hoop ik. Tot dan. Long now, let's go. Only 12 hours left. 12:00, zegt hij. 12:00 om aan te schuiven tot aan de kist van de koningin. Niemand dringt hier, er is geen geduw, er is ook geen geruzie. Alleen vannacht was er een klein incident toen iemand aan de kist in Westminster Hall de rij verliet om de kist aan te raken. Het duurde maar enkele seconden en de politie greep onmiddellijk in. Maar voor de rest hangt hier een opperbeste stemming. Voor veel mensen is dit gewoon ja, een dagje uit, een dagje aanschuiven.